Ja, maar wat traag? Kan ik helemaal niet lezen. Jong. Kijk wat ik nou gekregen heb. Staan moeilijke woorden in, hè? Wat verdorie nog. Ja, maar dat kan niet, hè? Nee. Het zou ook anders kunnen, toch? Ja, zeker weten. Geef me een woord. Alsjeblieft. Daar heb je het al. Schikking is wel een moeilijk woord, hè? Ja. Kunnen ze ook anders beschrijven, toch? Dat klopt. Zes weken staat nog in letters. Moeten in de cijfers, hè? Het beste kunt, ja, een cijfers lijkt me wel verstandig. Dan is het ook makkelijk voor de anderen voor te lezen. Ik denk toch maar het beste een kort woordje ervan maken. Jazeker. Een makkelijke woord. Ja. Dan zit ik ook echt te bedenken, wat hoort dat eigenlijk in? Ja, was ik ook al aan het bedenken. Ja? En dan, als ik daar echt niet uitkom, dan vraag ik het eigenlijk aan iemand. Ja, lijkt me wel een verstandig. Ja. Grote letters. Houd de brief kort. Laat onnodige zinnen weg. Houd de zinnen kort. Gebruik woorden die de lezer kan begrijpen. Gebruik geen afkortingen. Gebruik geen moeilijke woorden. Gebruik geen Engelse woorden. Schrijf getallen in cijfers. Geef duidelijke voorbeelden om dingen uit te leggen. Wees niet kinderachtig, gebruik geen verkleinwoordjes. Gebruik als het kan foto's of afbeeldingen. Gebruik geen lange woorden. Het zou fijn zijn als ik de brief zelf kan lezen, dat ik niet afhankelijk van anderen moet zijn. Daar ben ik mee eens.